In dit weekjournaal van deze week een item over de verzorging en de fitheid van spelers. En daarvoor zijn verantwoordelijk welk instituut? Instituut Jacob Cats. Instituut Jacob Cats. Jouw naam graag. Ik ben Bart de Zwaan. Ik ben 24 jaar. Kom uit Hulshorst. Ik heb hiervoor bij PEC Zwolle gezeten in de medische staf van de jeugdafdeling. En nu heb ik de eer om hier aan de slag te mogen. En dat is een leuke baan, lijkt me. Ja, zeker leuk. Zeker leuk. Ik ben natuurlijk al op het werk veel bezig met medisch en revalidatie. Dus dit sluit goed aan. Dus, heb je daar ook een diploma personal training voor nodig ook, of niet? Nee, ik ben zelf bewegingsagoog en daarin heb ik me verder ontwikkeld. Met het conditieherstel trainen van Twan van Golberg en nog vele andere opleidingen. Personal training niet, maar wel het medische gedeelte. Ik zie hier ook nog met een collega regelmatig. En dan zijn jullie bezig om de spelers weer op te lappen of weer fit te krijgen. Ja, dat klopt. Samen met Edwin Zonneveld, een collega fysiotherapeut. Zeer fijn om mee samen te werken. Wat is nou het voordeel van die Jacob Cats instituut? Veel faciliteiten binnen onze praktijk. We kunnen veel mogelijkheden, we kunnen mensen veel bieden. En dat is erg aangenaam natuurlijk voor men. En je gaat straks weer, dat zie je op de achtergrond, weer aan de gang met een aantal spelers. Hoeveel? De hele selectie zal dit zijn. Even wat kleine loopvormpjes na aanleiding van afgelopen zaterdag. Even wat uitlopen, wat lopen ABC, wat laddertjes. En daarna gaan we verder met de core stability trainingen, aansluitend. En dan gaat Roeland lekker verder met ze. Dus het lichaam, hè, core, daar staat het toch voor of niet? Ja, core betekent eigenlijk gewoon buik-rugspieren. In het algemeen is je kern van het lichaam. Erg belangrijk, vooral met voetbal. Je hebt ze gewoon nodig met schieten. Je moet natuurlijk sterk aan de bal zijn. Dat zijn allemaal spieren in je lichaam die dan erg belangrijk zijn. En die trainen we hier op deze manier op. Ja, en dat hebben ze vaak hard nodig, die voetballers. Want het zijn niet de meest lenige jongens vaak. Hè? Het zijn geen turntypetjes. Nee, het is een explosieve sport. Dus het is logisch dat de spieren allemaal erg verkort zijn. En daar moeten we natuurlijk wel in variëren. En de stabiliteit komt daar ook heel erg bij om de hoek kijken. Je vormt dus gewoon ook een belangrijk onderdeel van de staf van DVS, zou je kunnen zeggen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik denk dat ze zonder ons wel een probleem hebben, inderdaad. Ja. Oké, okay. Ik wens je zometeen veel succes. Ja, dankjewel Piet. Oké, okay, bedankt voor dit korte interview. De volgende medewerker waar Bart de Zwaan het al over had, dat is Edwin Zonneveld van datzelfde instituut, Jacob Cats. Jacob Cats, dat instituut, dat heeft wel de nodige ambitie, denk ik, Edwin. We proberen heel ambitieus te zijn met Jacob Cats. We zijn erg in ontwikkeling met topsport en ook in ontwikkeling voor hoge kwaliteit binnen de zaak. Het is een hoop werk in. Kan ook bijna niet anders met zo'n man als Jeroen Schuur. Zelf natuurlijk oud topsporter en goede tennisser. Ja, topsporter, maar ook topondernemer vind ik zelf. Want hij investeert heel veel in dingen die je in andere fysiotherapiepraktijken niet veel tegenkomt. Wat is jouw specifieke taak, zeg maar, binnen DVS? Met Bart heb ik het gehad, hè? De bewegingsagoog. Jij bent meer van de fysiotherapie, hè? Ja, mijn taak is met name het sturen van de blessures. Dus dat betekent dat jongens geblesseerd zijn, dat ik moet kijken of het ernstig is of dat het meevalt. En de verantwoordelijkheid heb ik ook voor de revalidatie. Dus je moet kijken of ze fit genoeg zijn om te spelen of dat ze rust moeten nemen. Jullie konden gelijk eigenlijk in het begin al aan de bak, hè, met BM en Roemion. En dan kan je ook gelijk een scan laten maken. Ja, we hebben een medisch team opgestart met ook specialisten erin. Een huisarts en een sportarts. We hebben op de zaak hebben we de mogelijkheid tot echografie. Dus dan kunnen we met een apparaatje kijken hoe de spierblessures eruit zien. En op die manier proberen we snelle diagnose te krijgen en snel inzicht te krijgen in wat voor soort blessuren te maken hebben. DVS wil steeds meer topsport uitstralen en dan is dit natuurlijk een belangrijk onderdeel. Hè?
Ja, ik zelf vind het wel. Dus hoe meer inzicht, ook hoe meer zekerheid bij de spelers. Vertrouwen is daarin denk ik belangrijk. Als ze zien wat ze hebben en ze weten wat ze hebben, zijn ze ook meer overtuigd om te luisteren naar wat er moet gebeuren. En dit soort oefeningen wat je nu ziet, is dat typisch voor de maandagavond? Ja, dit is onderdeel van de maandagavond waarin Bart de hersteltraining begeleidt. En wat je nu ziet is agility training, souplesse, loopvormpjes, lichtvoetigheid. En soms wordt het afgewisseld met kracht, romp, benen, wat dan ook nodig is. En balans vaak ook hè, bij die spelers, hele belangrijke oefeningen. Ja, ook balans komt erin terug. Ja, oké. Je geniet ervan? Ja, dit is mijn ding. Ja. En Davies is ook mijn clubje altijd geweest. Ik denk dat ik hier 25 jaar al loop, als speler dan. En nu kan ik eindelijk op een andere manier iets doen voor Davies. Je hebt het zelf tot welk elftal? Nou, ik denk dat ik nog een keer een trainingetje in de tweede heb mogen meedoen. Maar de rest is in de derde. Maar ook dat, nee. Maar de feeling die je met de sport hebt, dat komt nu natuurlijk hartstikke mooi uit. Dat komt mooi uit, ja. Zeg Edwin, jullie hebben ook nog een soort inloopspreekuur? Ja, DVS heeft een inloopspreekuur geregeld op maandag van 6 tot 7. En die is bedoeld voor eigenlijk alle spelers van DVS om een oordeel te krijgen over hun klacht. Hey, blessure kom, sportblessure vrij. En we proberen daarin mee te denken voor de hele club. En ook daar kun je die apparatuur, want daar wilde je ook nog even wat over kwijt, hè? Kun je daarop inzetten natuurlijk. Nou inderdaad, op het moment dat je toch niet goed herstelt, en dat komen we achter in zo'n blessurespreekuur, dan adviseer je naar de zaak te komen. En dan kun je ook gebruik maken van de apparatuur die we daar hebben, zoals een Alter G. Dat is een loopband waarin je gewichtsreductie kunt creëren, zodat je niet op volle belasting hoeft te trainen. We hebben de sporttest van 2014 in ons bezit, de Omega Wave test. En dat zijn eigenlijk de mooie stukjes in ons bedrijf. Okay. Dit was nog even een kleine nahup van dit interview. Dankjewel. Oké, bedankt.